Take two. Ja? Later. Mazzel. Dag 1 van de high-end. Ja. De vrijdag. Heel veel mensen gesproken, heel weinig merken gezien. Ja, op zo'n eerste dag moet je je voorstellen een enorme toeloop aan mensen. Boven, beneden zijn is een grote, zeg maar, open hal en boven zijn wat atriums, waar wat meer afgesloten ruimtes zijn en waar merken zich voorstellen. En wij waren boven gekomen en we hebben, geloof ik, na het 15 meter per uur afgelegd en heel veel collega's gesproken, had als collega's relaties van merken, importeurs, fabrikanten en alles ertussenin. Leuk, nuttig, want het is ook toch een soort netwerkbijeenkomst waar de hele wereld elkaar ziet. Want inmiddels is de high-end München uitgegroeid tot de grootste audiobeurs ter wereld. Dat is, toch wel... is nu echt officieel ter wereld de grootste beurs? Nou ja, het is wel echt gigantisch. Dus ik denk dat je hebt 4 atria van 3 verdiepingen en dan heb je nog hallen eronder. En dan heb je dit jaar ook nog een headphone show bij, dus we gaan het niet redden. Nee, en er is, in het Marriott Hotels hebben ze wat exclusievere merken die daar apart exposeren. En ze zien ook gewoon dat zeg maar de ruimtes ertussen, de open ruimtes die er vorig jaar nog waren, die zijn nu ook weer gevuld met allemaal booths, als je dat noemt. Ja, net zoals bij de ISE, hè. Je zag dat buiten allemaal tenten kwamen en het wordt eigenlijk te groot voor hier. Maar de echte München Messe is weer te groot voor de high-end München. Maar wat hebben we wel gezien? Wat ik erg leuk vond is de nieuwe gymstreamer, de MU1. Er komt ook nog een MU2 en een MU3, maar de MU1 stond te spelen. Prototype nog, maar praktisch klaar, hebben we begrepen. Ja, een prachtig prototype. Je zult het wel zien op de foto's en de films, maar gewoon echt een mooi gemaakt met een mooie zo'n soort schijf erop. Die doet denken aan de controller van de LS-speakers. Dat wordt ook een soort handelsmerk van de gymserie. Ook wel een beetje de name. Ja, maar goed. Laat het even bij gym houden. Nederlands trots. Ja. En we mogen volgens mij al wel zeggen dat er vanuit Grim, ze willen eigenlijk de hele audioketen gaan bestrijken, komt er een phono-stage uit. Ja. Maar die, wat heel duidelijk was bij die MU1 en 2 en 3, is dat dat echt de centrale box wordt voor het systeem. Dus je hebt zelfs een FM-tuner erin. De MU1 krijgt een AD-converter, dus je kan daar analoog in gaan. Bluetooth had hij het over, ja. Mooi ding in ieder geval. Wat ik ook leuk vond is dat eindelijk na 3 jaar de Paradigm klaar is. De Concept 4F is nu de Persona 9H geworden. Ja, lange naam, maar de Persona 9H dus. Stond goed te spelen op een bizarre set. Ja. We hebben vorig jaar al de wat bescheidene broers en zussen daarvan mogen beluisteren. Dit was inderdaad een referentieset met Pass Labs als voor- en eindversterkers. DCS. Ja, DCS als cd-speler en voeding, aanrender. Dus bedoel, het zal niet hebben gelegen aan de bronnen. Bekabeling wil ik niet eens over hebben, volgens mij. Dat is ook... ja, hij zei dat het misschien wel het duurste component van de hele set was. Nou, de Persona 9H kost €40.000 per paar ongeveer. Dus dan kunt u ongeveer wel inschatten wat voor kabels erachter hingen. Wat viel jou op? Nou, ik was het meest gecharmeerd van JBL's setup. Vooral ook omdat het... Ze hebben die L100, als ik me niet goed vergis, dat zijn de speakers waarbij je zo'n oranje front hebt met noppen, met allemaal kussentjes. Die hebben ze weer nieuw leven tot leven gewekt, of nieuw leven ingeroepen, nieuw leven ingeblazen, dankjewel. En niet alleen klinkt hij mooi, maar hij ziet ook nog eens een keer zo lekker retro uit, dat in ieder geval jij zei van die wil ik hebben. Ja, ik had als jochie, ik kan me nog levendig herinneren, ik had als jochie die poster van Maxwell. Dus die kerel die in die stoel zit en weggeblazen wordt door muziek. Geweldig! En ik dacht altijd dat het Marantz speakers waren. Dus sorry kijkers, ik heb dus al die jaren gedacht dat het Marantz was, maar het zijn JBL speakers, dus ik moet ze hebben. Ja, dat is geen koopadvies. Maar daarnaast heb ik geluisterd, heb jij nog toen, naar de studio monitors. Althans, ze heten zo, dat zijn ze niet echt. Dat zijn volgens mij 12-inch woofers met daarop een
sorry hoor, na zo'n lange dag word je al een beetje moe met woorden. Een hoornluidspreker, dubbel uitgevoerd. Ja. Waanzinnig. Maar misschien, en het leuke is, je gaat niet meer luisteren naar... Het is naar hoe mooi of hoe niet mooi of hoe vervormd het is. Maar het is gewoon muziek. Het is gewoon een soort echt live ervaring in geluidsdruk. En het is ook nog eens een keer... heeft iets te maken met hi-fi of high-end. Ja. En het is zo'n show of een demonstratie waar je gewoon blijft luisteren. Waar je gewoon wil tracks wil blijven horen. En, Heb je lang gezeten? Ik heb heel lang gezeten. En als je het vergelijkt met zeg maar, de high-end zuilen... Die zijn natuurlijk veel neutraler, misschien wel wat transparanter en zo. Maar dit is gewoon een soort beest, weet je wel, in je huiskamer. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, lekker, lekker. We gaan onze Zwitserland-tour hier in Duitsland afmaken. Ja. We hebben Nagra bezocht. Leuke set. Ja, Nagra, ja, bizar natuurlijk. Het is wel een historisch merk waar iedereen wel iets mee heeft, denk ik. En CH Precision. En die staan dit jaar niet met Vivid, na al die jaren, maar met Stenheim. En Stenheim hebben we natuurlijk wel bezocht. Alumni 2 staat al online. Dus, en we gaan nu hun reference statement horen. Ja, die reference statement. Kijk, wij hebben zeg maar de instapper mogen beluisteren. Ja, de 2 en de 5. En nou ja, dan heb je het al over echt een serieus bedrag. En die reference, ja. daar kan je inderdaad een huis van kopen. En dan heb je nog alleen maar speakers. Dan moet je nog alles, al het andere erbij kopen. En als je dan... Ja. Zegt van oké, dan neem ik een nagraadje erbij, dan boah, zit je zo, ben je zo'n ja, tonnetje verder. Ja. Ja. Maar daar gaan we zo meteen naartoe. We zijn ook bij ze gevraagd om eventjes, willen toch iets met ons goed maken? Want als Alfa naar Zwitserland komt, dat heeft wel rondgezongen. Zeg maar door de bergen is het verder gejodeld. Dus wij gaan zo meteen even een wiedergutmachungsfeestje met ze vieren. Ja. Misschien. Ja. Ik ben erg benieuwd. Van, ja, het is 1200 kilo aan speaker. En nou ja, CH is ook niet verkeerd. Dus we zijn bijzonder benieuwd hoe dat presteert. Maken we ook beelden van natuurlijk, dus wees niet bang. We zijn bij Dali geweest. Oh ja, Dali. Ja, maar kijk, die hadden niet echt iets nieuws. Want Callisto was vorig jaar al hier getoond. We hebben dus nu ter review. Dus dat was meer een soort van hoi, we zijn er ook. En leuk dat je er staat. Wat dat was wel leuk, vond ik. Tenminste, wat Garth Powell zei, hè, dus die hebben natuurlijk een nieuwe power cable lijn geïntroduceerd aan de top end. En ze gaan langzamerhand dat bedrag wat toch hoog is, €6900 voor een 2 meter kabel. Ja. Ze gaan langzamerhand zeg maar, naar een wat meer betaalbaarder niveau. Toe. En je ziet ook dat die Garth Powell, die van Furman afkomstig was, hè, van een stroomfabrikant, zeg maar een stroomfilterfabrikant, dat die zijn invloed op de collectie van AudioQuest behoorlijk aan het vergroten is. En dat zie je ook terug in de producten. Je ziet het terug in de producten, want Niagara is er. Niagara is er. Dus en ook weer deze power cables. En mogen we al zeggen dat de hoofdtelefoons zijn gestopt? Ik weet niet zeker of dat al bekend was, maar ik weet toevallig dat ze niet worden verder gezet, die series. Maar ja. Gezien. Hebben ze ook... Nee, ze lagen ook niet op de stand. Het was echt gefocust op die power cables en power producten. En er komen ook meer power producten, hebben we begrepen. Ik moet zeggen, ik ben erg gecharmeerd van de nieuwe power cables. De Thunder en de Dragon hadden wij ter review. De Dragon is niet gereviewd, want ja, we hadden de Thunder-serie ter review. Maar wat die kabels doen in een set is echt bizar. En het mooie aan Garth Powell is, hij kan uitleggen waarom. En dat vind ik nog eens interessant, want iedere fabrikant die ik tot nu toe heb gesproken, uitzonderingen daar, Wireworld weet ook waar hij het over heeft, maar die heeft zoiets van, ja, materialen en afscherming, maar hij heeft een verhaal dat gaat veel verder dan materialen en afscherming. Ja. En dat vond ik het interessant aan het interview met hem. Wat moet je zeggen over S-Booster? Ja, ik weet niet of dat mag. S-Booster krijgt een nieuwe distributeur. Ja. Wat een positieve ontwikkeling is, want dat betekent dat het vaak meer beschikbaar komt in meer winkels. En er komt een serie 2 aan van de huidige lijn en die moet beter zijn. Ja. Nou ja, wat misschien voor vandaag dan wel een soort, hè, voor zover er een thema is. Natuurlijk kan je het altijd hebben over de bron of over de luidspreker. Voeding. Ook Nagra komt dus met een aparte
voeding ding, een stroomapparaat. Dat kunnen we als een thema zien, hè? Dat vindt wat, is toch grappig? Ja. Doen we, daar komen we dus al, dat we hebben dit, er is geen script hè, bij deze uitzending. Ja, totaal. Er lopen allemaal de mensen doorheen, maar en dat, misschien is dat ook wel goed. Was ik niet opgevallen, denk ik nog, nu weer. Ja. Dat is ook, dat is zeg maar, entsorgung. Stroom. Ja. Ik denk stroom, S-booster, we kunnen niet genoeg het belang benadrukken van een goede stroomvoorziening. Ook voor uw streamer, ook voor uw, de laagvoltageapparaten. Ja. Die adapters zijn niet alleen maar slecht voor uw apparaat, misschien soms zelfs gevaarlijk als u het verkeerd aan of afsluit. Ja. En nou ja, het zou de moeite waard kunnen zijn om daar eens naar te kijken als u toch denkt aan een upgrade van uw systeem. Ja. En u kunt zo door naar 220 volt en, ja, en dat soort andere zaken. En filters, kabels. Het vormt naar onze mening een integraal onderdeel, ja, misschien naar hetzelfde basis van uw systeem. Want het is allemaal een derivaat eigenlijk wat u hoort van stroom. Ja, want Moon, die waren we nog even vergeten, die hebben we ook nog bezocht vandaag. Moon heeft ook in de 390 Integrated All-in-One, hebben ze ook die hele voeding aangepakt. En die voeding komt uit de 700-serie, die aanzienlijk duurder is. Maar die hebben een soort hybrid voeding van schakelend en lineair. Wat trouwens Merging ook weer deed in zijn power plant. Jeetje, het wordt een heel lang verhaal. Maar laten we maar zeggen dat voeding, we zien het meer en meer terug bij alle fabrikanten, dat ze ook bij die basis echt heel hard ontwikkelen. Omdat het hele niveau van een product omhoog kan trekken. Laten we daarbij houden. Ja, we gaan nu onszelf voeden. Wij gaan ook hier voeden. Ja, yes. Ja, en zo. Ja. Maybe. Tot de volgende keer. Tjus. Tjus.